Mr. Anayemba, good evening. How are you? Hi. I came to check if you packed your things already. You know you're leaving within a few hours. Okay, so if you please want to pack your things. Okay? Any questions? Ik ga ervan uit dat de mensen die hier zitten met een reden. En dat de mensen die daarover nagedacht hebben, dat die er goed over nagedacht hebben. Ik moet uitgaan van het systeem wat we in Nederland hanteren. Morgen. En daar heb ik ook wel vertrouwen in. Rustig? Ik faciliteer voor de dienst terugkeer en vertrek in principe de ruimtes. Hè. Hun hebben de mensen die ze op willen sluiten. Wij hebben hier een ruimte waar ze opgesloten kunnen worden. En ik zie mijzelf hier als iemand die de veiligheid van die mensen denk ik ook waarborgt. Ook aan de andere kant de DTNV waarborgt dat die mensen hier blijven. Maar binnen de kaders denk die ik heb, denk ik dat het mijn taak is om die mensen hier een ook zo humaan mogelijk bestaan te geven. En ja, nogmaals, ja, ik denk dat de veiligheid voor iedereen is belangrijk. Ja, Radwin is heel lang buiten geweest. Dat vergeet hij even. Als je teruggaat naar, ik ben begonnen op de boot in de Baaiersboot in 2005. Als je teruggaat naar toen, hè, dan was het sober. Vooral sober. We moeten het sober maken, want dan willen ze niet vastzitten. En dan gaan ze wel terug naar het land van herkomst. Hè. Dat was eigenlijk een beetje toen, de tijd van Rita Verdonk. Heel veel naar binnen, heel lang zitten en dan gaan ze vanzelf wel weg. Maar goed, het is natuurlijk niet zo humaan. En dat waren voor die... Het werkt ook niet echt, toch? Nou ja, goed, ze bleven binnen. Zo goed als mogelijk. Het waren natuurlijk aangepaste panden, boten. Eigenlijk hotelboten en niet, niet wat je hier ziet. Faciliteiten binnen waren nieuw. 2, 4, 6 mensen op een kamer. In andere inrichtingen soms nog wel 8 of 10. Waar we vooral ook verschillende nationaliteiten bij elkaar op een kamer wel konden zetten. Want ja, dan, voor de veiligheid is dat beter. Ze niet kunnen samenspannen. 2 telefoons op een hele afdeling, weinig sport, weinig dingen te doen, eigenlijk geen zinvolle dagbesteding. En als ik zie waar we nu zijn, ja, dan is er heel veel veranderd. Een cel is een cel, hè? Dat is mensen blijven opgesloten, maar ik denk dat we ze binnen dit pand zoveel mogelijk vrijheid geven. Dat betekent dat ze zelf kunnen beslissen wanneer ze hun bezoek, dat kunnen ze zelf regelen. Als ze naar een arts moeten, dan hoeft er niet altijd die bromsnoor mee te lopen. Dan kunnen ze er zelf naartoe. Als ze willen sporten, gaan ze sporten. En niet op het moment dat ik zeg, je moet nu gaan sporten, moet je nu sporten. Ik denk dat we ze veel meer de gelegenheid geven om zelf hun dingen te regelen. Ik denk dat heel veel personeelsleden, niet allemaal, heel veel zijn er blij mee. En heel veel hebben echt wel niet moeite gehad, maar echt moeite moeten doen om te veranderen. Om die houding naar de ingeslotenen toe, om die te veranderen. Om veel meer mee te denken in hoe je hem dingen kan laten doen en hoe je ook de mogelijkheden moet geven om te laten doen. In plaats van maar als een bewaker, hè, nu zijn het bewaarders, maar als een bewaker maar om die mensen heen te drentelen en maar vooral te kijken, oh jee, als ze maar niks doen en als ze iets vragen wat niet in de regel staat, dan mag het vooral niet. Nou ja, goed, bejegenen is natuurlijk de manier waarop je met mensen omgaat. Dan zeg ik ook altijd, ik heb het net geloof ik ook al gezegd, de tijd van Bromsnoor is voorbij. Bromsnoor was een andere agent als die we nu tegenwoordig op straat hebben lopen. Ik probeer zo meer mogelijk op de processen te zitten. Ik hoor heel veel verhalen. Mensen vertellen je heel veel. En ik vertel mensen altijd dat ik niks voor ze kan doen. Dat ten eerste. Ik besef me ook dat ik hun kant van het verhaal hoor.
En laten we het hun waarheid noemen. Hè. Mm-hmm. Die hoor ik. En soms, ja, je gaat toch dingen afwegen. En soms zie je mensen waarvan je denkt van ja, weet je, dit, ja, op de een of andere manier komt hij toch binnen. Dat raak je toch. En dat verhaal, dat grijpt je aan tot op zekere hoogte, moet ik dan eerlijk zeggen. Het is niet zo dat ik er thuis wakker van lig. Mm-hmm. Maar ik heb er wel eens mijn vraagtekens bij. En soms heb je wel zoiets van, ja, toch eens wat meer navragen over hoe dat zit. Of wat de achtergronden zijn. Of veel, klopt dit wat die meneer vertelt? En als het klopt, ja, hoe kunnen we hier dan op deze manier mee omgaan? Waarom zit hij hier? Dan krijg je dan vanaf de andere kant natuurlijk ook weer een antwoord op. Hè? Dus ja, uiteindelijk vorm je jezelf toch een mening. Daar zijn we mensen voor, dus dat doen we toch. Daar waar ik vind dat ik er wat mee moet doen, zal ik dat doen. En anders niet. Ik ga mijn best doen. Oké, doei doei. Je kan betrokken raken bij iemand. Ja. Ja, je ziet ook wel eens verdriet op het moment dat mensen uitgezet worden of mensen weggaan. Ik ga je naar beneden brengen, je gaat eruit. Ja. Hij is even zijn spullen pakken en dan... We zijn allemaal mensen en we sluiten mensen in. Iedereen die hier zit, huis en haard verlaten hebben, een reden hebben gehad om een land van herkomst, familie, weet ik wat allemaal, te ontvluchten en het vreemde in te stappen. Uiteindelijk, hun droom spat ergens uit elkaar, want ze eindigen in een cel. Hè. Ze hebben hier niet aangebeld om te vragen of ze alsjeblieft naar binnen mogen. En als je dat in je achterhoofd houdt, nou, dan denk ik dat je ook verplicht bent om mensen op een humane manier te bejegenen of te benaderen. Ja, en dan uiteindelijk moet je ze toch uit een cel halen en... gedag zeggen misschien.